restaurant Happen bij de Baas. Ik kook vanavond zelf niet, maar zorg wel voor de wijnen. Emiel Bukkerink die kookt, dat is een pop-up restaurant. Want je hebt samen met je partner een pop-up restaurant. Hartstikke in de mode tegenwoordig, hoe komt dat? Ja, het is eigenlijk iets exclusiefs, hè. Het is mensen die houden ervan om iets mee te maken, iets te beleven tegenwoordig. En ja, wij proberen dat zoveel mogelijk neer te zetten om te kijken van, of nou ja, om gewoon mensen te verrassen en onszelf ook een beetje te ontwikkelen daarin. Je stelt je zaak hiervoor beschikbaar. Dat zal op het terras gebeuren hier vanavond. Waarom doe je dat? Ik denk dat het een goed initiatief is voor Almelo om een keer een ander type pop-up restaurant in Almelo te hebben dan de Randstad restaurants die er al jaren zitten. Daar zie je ook dat mensen dat ook heel leuk vinden dat we dat doen. Dat we een keer iets anders doen dan wat over het algemeen gebeurt in de horeca. Ook met wat het alternatieve ingrediënten die Lars en Emiel gebruiken. Dus dat is natuurlijk heel leuk om op deze manier toch je zaak beschikbaar te stellen. Vanavond en morgen wordt er dus gekookt voor 75 mensen, begrijp ik. Wat kunnen zij beleven? Een viergangen menu met twee amuses, een beetje brood vooraf. We hebben een hele mooie friandises om mee af te sluiten vanuit Koen. En natuurlijk prachtige wijnen. Die worden dus geleverd vanuit Twents Wijnhuis. Ingeschonken door de heren van en dames van Happen bij de Baas. En natuurlijk een gigantisch gezellige avond. Dat kunnen we zeker wel garanderen. Dus. Wat zijn de reacties van de gasten? Ja, ze zijn eigenlijk heel erg positief. Je ziet ook elke keer dat we het weer opnieuw doen. Dat het steeds sneller gaat met reserveren. Het is steeds moeilijker om een plekje te bemachtigen. Hoe snel was het uitverkocht? 3 kwartier deze keer. Dus op dat gebied zie je gewoon dat het wordt een beetje langzaam. Omdat het ook exclusief is. Want 1 keer in een paar maanden willen mensen er heel graag bij zijn. En dat het dus, wat ik net ook al zei, een andere manier van koken en dineren is. Dan dat je misschien gewend bent. Zijn reacties gewoon ook super positief en eigenlijk heel enthousiast. Ja, wat voor alternatieve ingrediënten gebruiken jullie? In dit menu zit Botarga verwerkt. Dat is een gedroogd kuit van een tonijn. Lavendel zit erin verwerkt in het dessert, dus een heel mooi bloemig dessert. En in het hoofdgerecht hebben we granaatappel hebben verwerkt. En in een tussengerecht moet ik even nadenken. Daar zit Salty Fingers zitten daar inderdaad bij in. Dus dat zit eraan. Bijzondere ingrediënten zitten bij in de rest. Dat is een soort zeekraal. Ja, dat is een soort zeekraal. Ja. Kom je erop? Bepaalde inspiratie opgedaan en een masterclass gevolgd bij Cop at the Crash. En daar kwam het naar voren heen. En toen dachten we, hier moeten we wel iets mee kunnen doen. Waarom beginnen jullie zelf geen restaurant? Momenteel ben ik zelf werkzaam ergens anders, ook wel in de horeca, bij Appel Catering. En dat is iets waar ik in april mee ben begonnen. En ik vind dat, het is maandag tot met vrijdag en valt prima te combineren met dit. Dus eigenlijk een beetje de speld in de hooiberg, om zo maar te zeggen, qua horecawerk. Maar daarom juist ook heel blij om daar te werken. Dus, en daarmee dus ook dit kunnen doen in feite. Eet je vanavond zelf ook mee of ben je druk? Nee, ik ben zelf ook gewoon in de bediening druk. Dus ik ben met de wijnen bezig, inzetten, uithalen van gerechten. Dus helaas. Maar is ook hartstikke leuk, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Koen, ik heb altijd nog wel iets te proeven, hoor. Precies. Dus dat komt niet te kort, volgens mij. Is er alweer een volgende serie op programma? Wat wij altijd doen is, nadat we dit hebben gedaan, bespreken we alles na. En dan gaan we kijken wat we de volgende keer gaan doen. En voor een volgende keer, misschien komt het heel snel, misschien duurt het wat langer. Maar voor nu weten we het nog niet.